Een hele goede avond vanuit het Europees Parlement in België, het land waar de scholen nog gewoon open zijn. Vanavond gaan we het hebben over onze buurman die misschien wel de opvolger wordt van Angela Merkel. Want Armin Laschet werd gekozen tot voorzitter van de Christendemocraten in Duitsland van de CDU. En Netcar is op zoek naar Chinese investeerders, Chinese opdrachtgevers. Een nieuwe directeur moet die gaan binnenhalen. En laat nou net hier in Europa een nieuw handelsakkoord gesloten zijn tussen Europa en China, waar het parlement zich nog over moet gaan uitspreken. We gaan het erover hebben vandaag met Liesje Schreinemacher. Ze is Europarlementslid van de VVD en ook lid van de Commissie Handel Internationaal. Hilde Voutmans, die is haar collega van Renew Europe. Uit Centraal komt ze en haar kennen we van de Commissie Buitenlandse Zaken. En Esther de Lange natuurlijk is vicevoorzitter van de EVP. En zij gaat nu juist over die handelsrelatie met China, want ze zit daar in de delegatie. We kunnen dus echt zaken doen vandaag in deze aflevering van Avondgasten Europa vanuit het Europees Parlement. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar Armin Laschet, die nieuwe voorzitter van de Christendemocraten in Duitsland, ook zitting had. Van 1999 tot 2005 was hij hier en hij werd dus afgelopen weekend gekozen tot voorzitter van die CDU. En dat ging een beetje in de stijl van de Duitse Voice of Germany. Auf Armin Laschet. Entfallen. 521 stemmen. Und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet. Und vielen Dank, Friedrich Merz. Kommt bitte zu uns rüber. Ja, misschien nog inderdaad iets voor een nieuwe stijl van de Europese voorzitters, we zullen zien of dat er nog in komt. Esther de Lange, u kent hem, of tenminste, het is politieke familie. Armin Laschet, wat is voor iemand? Het is politieke familie, maar misschien ook een beetje heimat. Want hij komt natuurlijk uit Aken. Mijn ouders waren van Brunsum. Ik de kleindochter van een mijnwerker. Hij de zoon, volgens mij, van een mijnwerker. Dus het is misschien niet zo diplomatiek van mijn kant als ik zeg dat hier er wel opluchting was dat het iemand is die pro-Europees is. Iemand van het politieke midden. En dat typeert hem, denk ik, ook echt iemand van de EU-regio. Ja. Maar hij is ook iemand die bijvoorbeeld een duimpje omhoog gaf bij die gezamenlijke schuld in dat coronaherstelfonds. Dat vindt u eigenlijk... Deed mevrouw Merkel ook. Ja. Omdat we in een ongekende situatie zaten. En inderdaad, het CDA is niet de partij die altijd staat te springen op het moment dat de schulden moeten worden aangegaan. Want een volgende generatie moet die afbetalen. Maar wij hebben onder de juiste voorwaarden uiteindelijk ook ingestemd met dat corona-herstelfonds. Omdat we niet alleen medisch gezien, maar ook economisch gezien in heel zwaar weer zitten. Ja, en dat wist Armin Laschet, die wist dat ook. Het is iemand die dus inderdaad, zoals mevrouw De Lange al zei, uit Aken komt. Woont daar in de buurt van de dierentuin, de Aagnerzoo. Daar kwam hij oorspronkelijk vandaan. En daarom heeft hij ook natuurlijk altijd de EU-regio op het netvlies gehad. En heeft hij ook echt gepleit om die grenzen tussen Nederland en Duitsland altijd open te houden. Want nooit stonden er bijvoorbeeld de barricades die er wel waren met België. Dit zei Laschet bij de grens in Vaals. Der Kampf hat sich gelohnt. Das Corona-Kabinett hat entschieden, die Grenze bleibt offen. Zwischen den Niederlanden und Belgien wird es keine Grenzkontrollen geben. Hier in der EU leben die Menschen über Grenzen hinweg. Das Krankenhaus ist 1 Kilometer von hier entfernt. Patienten aus den Niederlanden und Deutschland werden da behandelt. Gesundheitsschutz gelingt nur grenzüberschreitend und deshalb Europa lebt weiter. Hier aan de Nederlandse grens een goede taak voor Noord-Rijn-Westfalen. Ja, en inderdaad, verkeer genoeg weet u als u dat punt in Vaals ook kent. Maar Laschet dus inderdaad wel echt georiënteerd, onder andere ook op Limburg. Hij was er in 2019, toen was er een Carl's Prize Meets Europe. Een bijeenkomst in het Limburgse parlement. En hier staat hij inderdaad met Theo Bovens. Trots toen eigenlijk met zijn visie op Europa die hij toen gaf. Mevrouw Schreinemacher, wat verwacht u voor wat betreft de houding van Duitsland als zo'n Armin Laschet, toch een beetje de opvolger van Merkel, straks inderdaad ook voorman blijft van de CDU?
Nou ja, Laschet staat bekend echt als een verbinder. Hè? Iemand die graag samenwerkt, iemand die luistert. Eigenlijk net als Merkel. En dat is natuurlijk goed nieuws, zeker in deze tijden waarbij we goed moeten samenwerken tussen Nederland en Duitsland, ook binnen Europa. Hij heeft ook gesprekken met Rutte gehad al over bilaterale samenwerking tussen Nederland en Duitsland. En dat lijkt me goed nieuws. Ja, viel me wel op, hè, want hij was natuurlijk ook uitgenodigd bijvoorbeeld door Macron in Frankrijk bij een herdenking, terwijl hij nog helemaal geen partijvoorzitter was. We hebben die tandem Merkel-Rutte, die eigenlijk het laatste jaar prima gefunctioneerd heeft. Voorziet u zoiets dadelijk ook met Laschet? Nou ja, ik denk dat de lijnen tussen Berlijn en Parijs al heel lang goed zijn. En de dynamiek in Europa is ook na het vertrek van de Britten natuurlijk wel een beetje veranderd. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn de banden tussen Berlijn en Den Haag ook goed. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over dat dat de overhand zou nemen. Ja, en nu was uw opa, geloof ik, nog wethouder in Maastricht voor de KVP. Ja. Dus het is ook voor u nog een beetje politieke familie. Ja, zo is het. Ja, ja. Dat voelt het in ieder geval wel goed. Mevrouw Valmans, u komt uit Sint-Truiden. U kent natuurlijk ook die Euregio heel goed. Nu zei de minister van Europese Zaken van Noord-Rijn-Westfalen, die zei, de Euregio is eigenlijk het voorbeeld voor heel Europa, de manier waarop we hier samenwerken. We komen 3 keer in de week bij elkaar. Is dat iets voor uw gevoel dat ook ondertussen is doorgedruppeld hier in Brussel? Ja, ik denk langzaamaan wel. Ik denk wat we hier toch voelen in het Europees Parlement is dat je echt wel over die grenzen moet samenwerken. Dat is ook typisch Europa. Maar als ik meneer Laschet hoorde zeggen over grenzen open blijven, dat is nu ook net een punt waar het hier constant over gaat. En ik denk in elke lidstaat, hè, momenteel voert België echt wel het debat, ja, moeten we terug grenzen gaan sluiten met het oprukken van die Britse variant? Dat is voor mij een heel erg moeilijk debat. Mm-hmm. En ik denk dat je moet durven zeggen, nee, Europa is, en zeker in die euro-regio, te erg met elkaar verweven. Kinderen gaan met elkaar naar school, mensen werken over de grens, mensen gaan bij elkaar naar het ziekenhuis. Dus je gaat altijd voor die noodzakelijke verplaatsingen de grenzen open moeten laten. Als je ze dan sluit voor niet-essentiële verplaatsingen, ja, dan moet je bijna barricades gaan opwerpen en mensen gaan controleren, wat natuurlijk bijna onuitvoerbaar is. Dus ik denk, ja, het voorbeeld van de euro-regio stemt mij echt wel gelukkig. Ja, we werken daar heel goed samen. En ik hoop alleen dat Europa, nu dat Laschet er komt, want er valt toch wel een steunpilaar van Europa weg. Mm-hmm. Merkel, toch wel de sterke dame, al hoeveel jaar aan het bewind, standvastigheid, valt nu weg. Dus voor mij geeft dat ook wel een kans dat Europa zich daar kan tussen positioneren. Dat het niet meer alleen de as Berlijn-Parijs is, maar dat misschien Ursula von der Leyen als Europees gezicht nu wel haar stempel kan drukken. Mm-hmm. In Nederland klonk afgelopen jaar de kritiek op het kabinet. Die zei van jongens, jullie organiseren een beetje je eigen nederlaag, want jullie zitten in die Hanseliga. Jullie moeten aansluiten bij Duitsland. Als u daar vanuit België naartoe kijkt, deelt u die analyse? Nee, eigenlijk niet. Ik denk we moeten. Wat ik altijd goed heb gevonden is wel, Merkel, Macron was een sterke pro-Europese as. Herinner u het debat? Eigenlijk de Britten hadden net beslist om Europa te verlaten. Mm-hmm. Toen waren er ook verkiezingen in Frankrijk en Nederland. Toen hebben gelukkig die pro-Europese partijen gewonnen. Ik denk dat dat een heel sterk signaal was. Dus bij ons leeft vooral wel, waar is Europa? Die vraag krijg ik heel vaak. Dus we krijgen heel moeilijk verkocht aan mensen wat Europa nu exact doet, terwijl we mega veel doen voor de mensen. En ik denk dat we alle lidstaten samen moeten Europa terug in een positiever daglicht stellen. Ja, en in die zin is natuurlijk met name deze coronapandemie wel duidelijk geworden dat Europa wel degelijk een rol heeft. Heeft die ook genomen, manifesteert zich ook nadrukkelijk op dat dossier, hoewel gezondheid natuurlijk een nationale aangelegenheid is. De minister van Europese Zaken van Noord-Rijn-Westfalen is Stefan Holthoff-Vörtner. En die zei, luister, met name in deze pandemie zijn er kansen. Die hebben wij in de euro-regio hebben die genomen en die zijn echt een voorbeeld voor anderen. Wenn Sie grenzen glauben für Freunde zumachen zu können, brauchen Sie sie für Waren nie mehr zu öffnen. Europa lernt von uns. Also ich will das zurückhalten sagen, weil sich das so angeberisch anhört. Wir haben von Anfang an eine Taskforce eingerichtet. Der Sinn der Taskforce war, dass wir vorher sagen, was wir planen und dann miteinander reden. Und diese Taskforce, die im Anfang, glaube ich, 3-mal in der Woche getagt hat, war so erfolgreich, weil wir immer gesagt haben, was wir vorhaben, weil wir abgesprochen haben, weil wir miteinander geplant haben. Und deswegen am Anfang unseres Gespräches kann Corona eine Stärkung des Zusammenhalts, des Vertrauens sein, indem man sich in der Not hilft und daran erinnert, wenn die Not nicht mehr da ist.
Ja, Stefan Holthoop-Voertner dus inderdaad vanuit Düsseldorf daar in de staatskanselij. Hij geeft aan, er wordt goed overlegd met Duitsland, wordt goed kortgesloten. Nu weten we dat Duitsland de lockdown heeft verlengd tot 15 februari. Dat is in het zuiden de carnavalsvakantie. Kunnen we nu afstrepen, oké, in Nederland ook 15 februari? Nee, je merkt dat die precieze data niet altijd helemaal synchroon lopen. Maar wij in het Europees Parlement hebben wel altijd gezegd, doe dat nou zoveel mogelijk. Mm-hmm. En dan vind ik belangrijker dat je de coördinatie hebt over grensoverschrijdende zorg. He, daar werd net ook aan gerefereerd. Het openhouden van de grenzen. Ik denk inderdaad, laat dat dan een oproep zijn vanuit het Europees Parlement aan de best wel heftige inderdaad Belgische discussie, dat we niet teruggaan naar de eerste golf, waar echt gewoon de betonblokken in Lanaken stonden. De burgemeester heel stoer op tv, maar hij gaf wel tips aan zijn bekenden hoe ze eromheen moesten. Ja, betonblokken op de grens, dat willen we niet meer. Dus wat je ook afspreekt, streng controleren, prima. Maar niet terug naar die situatie, want het is voor families soms schrijnend wat daar gebeurt. En ik vind het belangrijk dat met name op het gebied van bijvoorbeeld de vaccininkoop. Dat is dan iets groter dan alleen maar Nederland en Duitsland. Dat heeft de Europese Commissie heel goed opgepakt. Want in een vorige crisis, bijvoorbeeld de Mexicaanse griep, zagen we dat al die landen zelf op die markt vaccins gingen kopen. Met als resultaat dat de landen met het meeste geld het konden kopen. Mm-hmm. Ik geloof dat Nederland zelfs vaccins heeft moeten weggooien of weggeven. En anderen konden het niet. Mm-hmm. En nu wordt er door de commissie voor 27 landen samen onderhandeld. En sta je zoveel sterker. Dus lang verhaal kort, het elkaar weten te vinden op het moment van crisis. Dat kan Noord-Rijn-Westfalen heel goed met Nederland. En daar kan Europa nog van leren. Mm-hmm. Want dat heeft de commissie goed gedaan. Maar eigenlijk wel al gaandeweg moeten uitvinden in deze crisis. Maar bij die Mexicaanse griep was er veel kritiek. Want er waren toen veel te veel vaccins gekocht. Veel gemopperd. Heeft dat een rol gespeeld in het feit dat er nu minder vaccins zijn gekocht? Nee, dat denk ik niet. Die discussie speelt met name in Duitsland heel erg. Hè. Hebben we wel genoeg vaccins? Maar in Nederland ook? In Nederland ook. Heeft Moderna maar in Duitsland nog veel feller. Ja. In de zin van dat in Duitsland geroepen wordt van, hadden we het zelf gedaan, dan hadden we vast meer gehad. Of beter, of sneller. Nou, dat waag ik dus echt wel te betwijfelen. Als je dat met 27 doet, sta je veel sterker richting die farma-industrie. Wat daar heeft meegespeeld, is simpelweg het feit dat de lidstaten gezegd hebben, Europese Commissie, je hebt 2 miljard om die aankoopcontracten af te sluiten. En dat bedrag heeft de commissie volledig benut. Mm-hmm. Wat resulteert in echt voldoende vaccins voor Europeanen en hopelijk nog een beetje meer om ook aan onze buurlanden te geven. Hopelijk Afrika te helpen. Mm-hmm. Maar ja, het probleem is ook productie. Het komt gaandeweg op gang op het moment dat AstraZeneca en ook Johnson & Johnson, daar zit nog een Nederlandse link, want die produceren, die komen uit Leiden, ook op de markt komen. Dan gaan we echt meters kunnen maken. Oké, dat is duidelijk. Goed. We gaan nog even naar Laschet zelf, want er was nog even een discussie. Wordt hij nu als voorzitter straks de lijsttrekker, kandidaat bondskanselier? Of wordt misschien Marcus Söder, want die is van de CSU, zusterpartij, een beetje het Limburgse CDA, zou ik maar zeggen, van Duitsland. En die zou eventueel ook kandidaat zijn, maar deed nu niet mee. Maar Laschet zelf, die denkt toch wel aan een eigen troef. De laatste CDU-bundesvoorzitzende die uit Noord-Rijn-Westfalen kwam, was Konrad Adenauer. En jeder, der CDU-bundesvoorzitzender daarna wurde, moet prinzipiell ook bereid zijn, dat land te regeren, bundeskanzler werden te willen. Ik trouw me dat toe. Ik regeer een groot land. Ja, inderdaad. Dus Armin Laschet die zegt van, ik regeer een groot land. Ik kan dat. We kennen hem ook natuurlijk van de bezoekjes die hij bracht in Limburg. Hij was ook een keer in de westelijke mijnstreek. En daar hebben we Netcar. En dat is een fabriek natuurlijk die onzeker is over de toekomst. Die een nieuwe directeur heeft aangesteld en die heeft gezegd, luister, de Mini die gaat dan weliswaar van Born naar Oost-Duitsland, want BMW heeft besloten dat daar de productie naartoe gaat. Maar wij moeten op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Dat ziet er dan zo uit. De 3 mini-modellen worden nog tot 2023 in Born gemaakt. Voor Netcar is het zaak om met BMW een nieuw contract geregeld te krijgen voor na 2023. Maar los daarvan moet Netcar ook andere opdrachtgevers binnenhalen. De autofabrikant is druk bezig met het uitbreidingsplan van het terrein. Als die uitbreiding klaar is, is er plek om nog 1 of 2 andere opdrachtgevers te faciliteren. En daarbij kijkt de Netcar-directeur heel duidelijk richting China. Ik denk dat China wat dat betreft een hele interessante markt voor ons kan zijn.
En voor de Chinezen zijn wij denk ik gewoon een hele interessante partij. Zeker gezien de kwaliteit die wij leveren, denk ik dat dat voor een hele mooie opsteker zou zijn. Ja, de nieuwe directeur John van Sourland, die moet dat uiteindelijk in goede banen leiden. En mevrouw Valtmans, wij delen natuurlijk als Limburg een beetje die auto-industrie. U kent Ford Genk. Is het een goed idee om te kijken naar China? Wel, je moet altijd kijken naar China. Dat is denk ik een hele grote handelspartner. Hè. We hebben daar ook pas daar, heeft de Europese Commissie daar het grootste investeringsakkoord mee afgesloten. Maar Genk toch niet zo'n groot succes? Nee, Genk inderdaad niet zo'n groot succes. Maar goed, we moeten denk ik altijd kijken naar China. Wat zij doen op de markt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik moet u wel zeggen, ik ben niet zo gelukkig met het investeringsakkoord dat de Europese Commissie net op die laatste dag van 2020 heeft afgesloten. Ik denk dat wij allemaal bezig waren met de Brexit en dan ineens kwam dat akkoord met China zonder eigenlijk een woord over mensenrechten te praten. En wij zijn liberalen, dus ik ben altijd voor goede handelsakkoorden. Als dat kan de handel versterken, de investeringen versterken. Maar ik ben ook expert buitenlands beleid. Dus ik vind ook altijd wel het debat over mensenrechten heel erg belangrijk. En we gaan dat nu afsluiten in een jaar met China, waar we toch niet zo goede voorbeelden hebben gekend. Hè? De heropvoedingskampen van de Oeigoeren, de veiligheidswet in Hongkong. Al die dingen, ja, daar wordt met geen woord over gerept. Dus ik denk, ik verwacht, en ik denk dat de collega's bij mij kunnen aansluiten, dat we hier in het parlement nog wel een robbertje gaan vechten over dat investeringsakkoord met China. Ik denk dat we daar toch heel duidelijk moeten in zijn. Ik vind bijvoorbeeld, we hadden veel breder een echte nieuwe China-strategie moeten uitwerken. Niet alleen gericht op handel, maar ook op andere. De uitdagingen van klimaat, maar ook de samenwerkingen op andere terreinen. Dus ik had veel liever een breder akkoord gehad en een echte nieuwe China-strategie. Want herinner u, we zijn nu allemaal bezig over corona en de aanpak van corona, maar het is gestart in China. We hebben heel erg lang moeten aandringen om daar toch dat onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. Ik blijf ervoor vechten dat we echt de nodige informatie krijgen over de oorsprong van het virus. Mm. Want dat zal ons helpen in het bestrijden van het virus. Dus ja, die dingen moeten we met China toch durven bespreken. Los van de handel en de innovatie. Want het is natuurlijk een hele grote handelsmacht. Ja. Maar hoe leest u dan die acties van China eigenlijk direct na het sluiten van het akkoord in Hongkong, de dreiging richting Taiwan, maar ook het feit bijvoorbeeld dat de topman van Alibaba ook ineens verdween en niemand precies wist van waar is die Jack nu? Maar dat verwijt ook net. Hè. Dat voel je hier heel erg goed in het parlement. Dat is ook het verwijt dat hier leeft. Van de commissie, we zijn niet tegen het sluiten van handels- en investeringsakkoorden, want ze waren daar heel lang over bezig. Maar je moet wel die mensenrechten situatie meenemen. Want nu, wij gaan daar nog moeten over spreken in het parlement. De raad moet daar nog over gaan. Dus we zijn daar nog rustig een jaar over bezig. Ja, heel dat jaar gaat China naar ons dreigen. Ja, maar als je daar iets rond doet, dan sluiten we het handelsakkoord niet. Dus ik had veel liever een brede, echte China-strategie gehad. Een echte, nieuwe China-strategie gehad met al die elementen. En als liberaal kan ik beklemtonen, handel is belangrijk, maar mensenrechten ook. Ja, mevrouw Schrijnemacher, u zit in de Commissie Internationale Handel. Hè? Jonathan Holslag, hoogleraar in de Vrije Universiteit van Brussel, lang gewoond in Belgisch Limburg, die zegt: grote strategische blunder van Europa. Heel slecht. Ja, ik denk, kijk, het doel van deze overeenkomst is goed. Wat wil de commissie namelijk, wat wil Europa, is dat de marktoegang tot de Chinese markt eigenlijk net zo wordt als de Europese markt. De toegang tot de Europese markt. Want wij in Europa hebben een heel toegankelijke markt, een heel open markt. En daar maakt China dankbaar gebruik van. Maar onze bedrijven, onze Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven, hebben veel minder voet aan de grond, krijgen voet aan de grond in China. Dus het doel is goed. Maar ik heb ook nog een aantal vragen. Bijvoorbeeld, nou, hè, wat mijn collega Hilde net aangaf over de mensenrechten. Hè, want inderdaad, direct na het sluiten daarvan is er weer enorme schendingen. Maar ook de timing. Het is 3 weken voordat de president... Maar even terug naar het punt van die toegang. Ja. Dat is nog altijd niet geregeld. En Holslag zegt, Europese bedrijven komen er gewoon niet in. Op papier is het wel zo, net zoals bijvoorbeeld in Hongkong geregeld is, dat er 1 staat is en 2 systemen. Maar in de praktijk is het heel anders. En daar zegt hij, zijn geen garanties voor. Precies. Dus ook niet zozeer qua mensenrechten, maar vooral qua handel, zegt hij, gaat het mis. Precies. En die oneerlijke concurrentie, hè, die je nu eigenlijk ondervindt aan China, die is niet goed geregeld. Want ook een aantal dingen die in deze overeenkomst staan, heeft China in 2001 al toegezegd, toen ze bij de WTO kwamen. Dus de vraag is, waarom gaat China zich er nu wel aan houden? En welke garanties hebben we? Dus ook welke middelen hebben we om, als China zich er niet aan houdt, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat China zich er wel aan houdt? Kunnen bedrijven naar de rechter? Hoe kunnen ze dat doen? Dat zijn allemaal vragen
vragen die ik nog niet beantwoord heb gekregen. Uh-huh. En daarom is ook in de Handelscommissie deze overeenkomst heel kritisch ontvangen. Ja, wat kunt u nog doen? Nou ja, wij gaan nu komende maanden met de commissie in gesprek om te vragen welke garanties zij verder hebben. En als ze ons niet genoeg garanties kunnen geven, dan moeten ze weer met de Chinezen aan tafel. Ja, kunnen we naar Esther de Lange, want u zit in de delegatie die inderdaad die afspraken maakt met China. En ondertussen worden de bussen in Drenthe en Overijssel in plaats van bij VDL in Eindhoven worden ze gewoon gekocht in China. Ja, u kent mijn vraag aan de commissie daarover. Ja, inderdaad. Dus, inderdaad. Maar ook wel in de zin van, ja, precies. Het loopt zoals het loopt. Wat ik belangrijk vind in deze discussie, want ik deel de vragen die de collega's hebben, en dat wordt nog een heel pittig debat in het Europese parlement. Maar ik denk dat er één element onderbelicht is gebleven in deze discussie tot nu toe. En dat argument snap ik ook wel. De commissie zegt, wij moesten wel juist op dit moment, Liesje had het over de timing, juist op dit moment dit akkoord sluiten, ook om te kunnen laten zien dat Europa dat zelf kan. En dat Europa niet hoeft te wachten op de grote broer Amerika om samen op te trekken. Mm. Ik ben het eens met de kritiek op de mensenrechten situatie, wat er met Oeigoeren gebeurt, wat er in Hongkong gebeurt. Maar dat heeft Amerika niet gestopt om vorig jaar zelf ook een investeringsakkoord met China af te sluiten. Dus de wens van de commissie om te zeggen, als je een geopolitieke commissie wil zijn, dan moet je op Augenhöhe, zo'n mooi Duits woord, op gelijke hoogte met elkaar kunnen spreken. En daar hebben we nu voor gezorgd, door zelf als Europa dingen te doen en niet als het kleine zusje van een andere partner. Ik vind dat een belangrijk element in deze discussie, maar ik heb op het gebied van die investeringen en de ongelijkheid die erin zit, Chinezen mogen heel veel bij ons, alhoewel we steeds strategischer gaan screenen of het in ons belang is. Maar ze mogen meer bij ons dan dat wij daar mogen. En met dit akkoord, ik heb de tekst nog niet gezien, maar begrijp ik dat er stapjes gezet worden in de goede richting. Nou, of die stapjes genoeg zijn om die kritiek nu eventjes niet te doen verstommen, maar nu eventjes niet mee te nemen in dit akkoord, dat is de vraag. Maar laten we ons herinneren, de Amerikanen hebben ook kritiek, maar blijven ook praten. Maar voor wat betreft die Amerikanen, Joe Biden, die komt morgen. Hè, die is zeker zo kritisch op China als Trump. Alleen zijn stijl is natuurlijk een beetje anders. Had Europa misschien moeten wachten op Biden om samen op te trekken? Om dan te kunnen zeggen van luister, wat Trump ook al zei, maar Biden ook let op bijvoorbeeld die omstandigheden van de werknemers. Niet voor $1 per dag werken. Daar kunnen wij niet mee concurreren. Milieueisen respecteren. Daar zit natuurlijk het probleem. Nee, ik denk niet dat we hadden moeten wachten. En ik ben dan misschien in de minderheid. En de reden waarom ik dat vind is dat je ook in je relatie naar Amerika toe, we willen inderdaad meer met Amerika. We willen ook een waardegedreven buitenlandse politiek. En daar horen die mensenrechten bij. Ik ben blij dat Biden dat ook wil. Maar om een volwaardig partner te kunnen zijn in die transatlantische relatie, laat je als Europa beter zien dat je zelf ook je mannetje of je vrouwtje staat. Omdat je anders ook door de Amerikanen steeds gezien wordt als het kleintje. De Amerikanen hadden een beter investeringsakkoord dan wij. Ja. We hebben nu een inhaalslag gemaakt op eigen kracht. Ik denk dat dat ook juist helpt in de relatie met Biden. Mevrouw Schijnemacher, dus Amerika moet zich eigenlijk aansluiten bij Europa. Dat is een beetje de volgorde nu. Dat is een beetje de hiërarchie. Nou ja, kijk, ik bepleit niet dat Europa toestemming moet vragen aan de VS. Maar als wij net een maand geleden een hele strategie over hoe wij met Amerika willen samenwerken en dat een van de belangrijke onderwerpen is oneerlijke concurrentie uit China aanpakken en dat wij dan vervolgens net even voor Biden president is dat die deal sluiten, ja, dat vind ik onhandig. Dat is de reden waarom ik zeg, had nou even gewacht. Ja. Ik hoorde daar een hoge democraat over toevallig afgelopen week. En die zei van, ik zou Europa hetzelfde geadviseerd hebben. Ja. Juist ook om die relatie met de VS weer nieuw leven in te blazen en gelijkwaardig te maken. Maar we weten ook allemaal, het was natuurlijk de prioriteit van het Duitse voorzitterschap. Angela Merkel wou dit akkoord echt nog wel sluiten voor het einde van haar voorzitterschap. En dat was natuurlijk heel erg belangrijk voor de Duitse automobielindustrie. Ik denk dat we dat er ook echt wel bij moeten durven stellen. Dat is natuurlijk de reden, het was de prioriteit. Zij heeft daarop gehamerd en ze heeft dat doorgeduwd. Maar ik vind, oké, laten we nu in het parlement onze rol spelen. Laten we zeggen wat wij belangrijk vinden. En dan vind ik gelijk een markttoegang, transparantie, toegang tot de markten met elkaar, kijken wat met die subsidiëring, wat met gedwongen kinderarbeid die er toch in China nog altijd heerst. Hoe pakken we dat aan? Maar wij gaan, wees er gerust van. En hier zitten drie
blonde dames toevallig allemaal. Maar er zijn drie dames die daarop gaan toezien. Wij gaan vechten dat dat akkoord goed zal zijn voor Europa. Oké, ga ik u aanhouden. U komt natuurlijk uit België, dus u kent een beetje ook die dynamiek met Wallonië. Dus u heeft ook een heel goed strategisch inzicht. Er kwam een vraag, een hele mooie suggestie van Politico, van eigenlijk de redacteur die lang hier in Brussel heeft gezeten, maar nu in de Verenigde Staten, Ryan Heath. En die zei, luister, wat Amerika zou moeten doen, die moeten de commissie een keer overslaan, voor wat betreft dit akkoord. Die moeten rechtstreeks zaken doen met het parlement, want daar moet er nog over gestemd worden. Neem eens een keer contact op met de voorzitter van het parlement of met eventueel de voorzitters van EVP. Maar zou dat in de dynamiek, de politieke dynamiek, een goed idee zijn? Om de stem van het parlement, want jullie worden natuurlijk nu eigenlijk, ja, kijk naar de Brexit, iedere keer overrompeld. Zou dat een keer een goed idee zijn? Wel, ik kan altijd maar voorstander zijn. Hoe meer men met dat parlement praat en rekening houdt, daar ben ik voorstander van. Dat spreekt voor zich, dat is onze rol hier. Maar Europa heeft natuurlijk ook haar instellingen met de bevoegdheden. Dus daar mogen we toch niet aan voorbij gaan. Maar rond heel het gebeuren, ook met de Verenigde Staten, met die nieuwe transatlantische relaties. Hè, morgen gaan we dat debat hier in het Europees Parlement voeren. Ik denk dat het daar ook heel belangrijk is. We moeten nu niet denken, omdat Trump verdwenen is, dat daarmee alle problemen verdwenen zijn. Er bestaan nog altijd mini-Trumpjes, ginds en in Europa, waarmee we rekening gaan moeten houden. En we moeten zorgen dat Europa sterker wordt. Dat is mijn boodschap. Vernieuw Europa. Maak dat Europa op eigen benen zelfstandig kan staan. Een echte geostrategische commissie. En dat we niet altijd naar die grote broer moeten kijken wat gaat die nu doen. En dat is echt wel mijn pleidooi. Zorg eens dat Europa een echt Europees asiel- en migratiebeleid heeft. Een Europese defensie. Een Europees leger. Frontex. Dat horen de Nederlanders. De eurobonds. Hè? Heel die financiering. Die dingen zijn voor ons heel erg belangrijk om Europa zelfstandig te maken. En de uitnodiging aan Joe Biden, die ligt. Want de Europese Volkspartij heeft gevraagd, of in elk geval het aanbod gedaan, dat Joe Biden altijd welkom is om hier te spreken in het Europese parlement. Op veel terreinen zijn we zijn bondgenoot. Als hij niet kan, Kamala Harris. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben meer fan van Kamala Harris. Laat die maar komen. En de volgende keer een vrouwelijke president. Ofwel hier in het Europese parlement of in Amerika. Ja, nou ja, we zijn in ieder geval hier goed begonnen. Maar de naam is wel gevallen. En u hoorde al de mini-Trumpjes. Maar de grote Trump, die mag, weet u, niet meer op de sociale media. Mag niet meer op Twitter. Hij werd verbannen. Ik denk dat big tech is doing a horrible thing for our country and to our country. And I believe it's going to be a catastrophic mistake for them. They're dividing and divisive, and they're showing something that I've been predicting for a long time. I've been predicting it for a long time, and people didn't act on it. There's always a counter move when they do that. I've never seen such anger as I see right now, and that's a terrible thing. A terrible thing, zegt Donald Trump. Hij is dus verbannen, maar ja, Angela Merkel zei, is helemaal niet goed. Die macht zou helemaal niet bij die techbedrijven moeten liggen. Mevrouw Schreinemacher, Europa, Europees Parlement heeft er een wet over gemaakt. Die circuleert, hè, in december. Wat vindt u ervan? Nou ja, ik ben het er wel mee eens dat op dit moment heeft big tech, hè, die grote techbedrijven, hebben heel veel invloed op ons dagelijks leven. Mm-hmm. En op ons publiek debat, wat nu zich voor een groot gedeelte ook op die platforms afspeelt. En de vraag is of zij dan dit soort beslissingen moeten kunnen nemen. En of we dat niet veel meer aan politiek en samenleving moeten overlaten. En daarom is er nu die wet, hè? Of in ieder geval zijn we daar nu over in gesprek, de Digital Services Act. Mm-hmm. En we moeten dus kijken, eigenlijk vind ik dat platforms van tevoren moeten weten wanneer zij verantwoordelijk worden gehouden als zij dingen er niet afhalen. Maar zij zouden niet zelf moeten bepalen wat wel en niet op die platforms mag verschijnen. Dus nou ja, aan wat voor dingen moet je dan denken? Wat offline niet mag, mag online ook niet. Dus wapenhandel, kinderporno, dat soort dingen, dat moet niet online kunnen. En dat moet er dus ook afgehaald worden. Ja, en minder Marokkanen, mag dat? Nou ja, kijk, de vraag is, als dat strafbaar is, hè, bijvoorbeeld het oproep tot geweld, zoals Trump heeft gedaan, of het oproepen tot haat, dat mag volgens het wetboek van strafrecht in Nederland niet. Dus zou dat online wat mij betreft ook niet mogen. Maar goed, ik leg het bij u neer. Je komt dan heel snel op een glijdende schaal terecht. Het is die uitspraak van Wilders, die voor veel commotie heeft gezorgd. U bent zelf liberaal, dus ik ben zelf wel benieuwd van, waar ziet u dan
de balans? Nou ja, precies. Het is ook wel een heel spannend debat. Ook omdat je kijkt van... ik heb niet het recht om niet beledigd te worden. Kijk maar in mijn Twitter-timeline. Dat recht heb ik niet. En dat is maar goed ook. Omdat de vrijheid van meningsuiting is wel iets heel belangrijks. Dus daarom zeg ik ook... we moeten ervoor zorgen dat wat offline niet mag... online ook niet mag. Maar we moeten niet... te ver daarin gaan. Maar het is vooral belangrijk dat we die beslissing niet aan tech-platforms overlaten. Dus echt de invloed van big tech die zij nu hebben. En dan heb ik het niet alleen over dingen, beledigende uitspraken op platforms. Maar bijvoorbeeld ook de invloed en macht die zij hebben via online verkoopplatforms. Mm-hmm. Dus dat ze eigenlijk onze MKB er gewoon uitdrukken door hun eigen producten goedkoper aan te bieden. Ze hebben op die manier heel veel invloed op ons dagelijks leven. En ook op onze economie. Ja. En ik denk dat we daar echt paal en perk moeten stellen. En Jaap van Dissel die hele domme dingen zegt over mondkapjes. Mag die dan? Ja, dat hangt af van de regels die we met elkaar afspreken. Maar dat die regels niet door de tech-platforms moeten worden opgesteld, dat lijkt me duidelijk. Ja, en het voorstel dat ligt er inderdaad, dus dat is ook duidelijk. We gaan nog even naar een ander onderwerp toe. Want we weten dat in Amsterdam het voorstel circuleerde om de coffeeshops alleen maar toegankelijk te maken voor mensen uit Amsterdam of uit Nederland, maar in ieder geval mensen vandaar en de toeristen te weren. En laat dat nu net een onderwerp zijn wat in Maastricht ook gespeeld heeft en waar uiteindelijk de Limburgse hoofdstad, moet ik zeggen, op werd teruggefloten. Mevrouw De Lange, wat denkt u? Heeft Femke Halsema kans met dat verbod? Nou, ze heeft goed gekeken bij Gert Leers in elk geval. Want bij hem ben ik destijds op bezoek geweest in Maastricht toen de plannen circuleerden om een pasjesysteem in te voeren en de verkoop buiten de stad. Ik ben een christendemocraat en totaal geen fan van al die rotzooi. Dus wat mij betreft gingen we naar een veel strengere aanpak. Ook in ons eigen land. Maar goed, dat is op het moment niet zo. Alles wat we kunnen doen om die ellende in te perken, lijkt me goed. Plus de discussie die Femke Halsema, denk ik, terecht aanzwengelt, is strakjes, als de coronacrisis voorbij is en iedereen kan weer vrij reizen, welke kwaliteit toerisme willen we? Willen we echt alleen maar in Amsterdam in bepaalde wijken de Britse vrijgezellenfeesten die zich alleen maar klem willen zuipen? Maar kan wel als principieel uitgangspunt in de zin van dat je Britten zou kunnen weren. Oh ja, Britten kan trouwens nu wel, hè, dadelijk. Maar België, want daar hebben we er ook veel van. Luister, we zitten hier met een probleem in die zin als je er met een Europese bril naar kijkt zoals wij doen. Hè, in Nederland hebben we het systeem dat je zegt de aankoop, als ik zou gaan kopen van softdrugs wordt gedoogd, de verkoop door de coffeeshop ook, maar de achterdeur die is niet gereguleerd. In België mag je kopen, mag je ook wel in bezit, of tenminste mag je in bezit hebben, maar mag je weer niet kopen. Dus dan moet je eigenlijk wel de grens over, wil je redelijk gedoogd, ik zeg niet legaal, kunnen aanschaffen. Dus wat je nu ziet, zeker in de EU-regio, is het probleem van ja, als die regels niet op elkaar aansluiten, dan werkt het dus niet. Dan exporteer je, in het geval van België, het probleem naar de Nederlandse kant van de grens. En dat Nederland dan zegt, daar wil ik iets aan doen. Of dat lukt met een pasjesysteem, ik ben daar geen expert in. Maar dat men zegt, daar wil ik iets aan doen. Of ga met ons het gesprek aan om één lijn te voeren. Dat lijkt me vrij logisch. Ja. Laatste onderwerp van de dag, mevrouw Valtmans, en dan kom ik wel bij u. Laatste onderwerp van de dag is natuurlijk de avondklok waar op dit moment over gediscussieerd wordt in Nederland. Moet die gaan gelden? En gaat die dan eventueel gelden vanaf 8 uur in de avond? In België is er al een avondklok. Mevrouw Valtmans, u kent hem. Hoe gaat dat hier? Wel, eigenlijk moet ik zeggen, als liberaal ben ik nooit zo'n grote fan van avondklok of inperking van onze vrijheden. Hè. Ik denk dat dat wel duidelijk mag zijn. Maar soms, als er een hoger goed is, zijn er maatregelen die nodig zijn. Bij ons loopt het eigenlijk al een heel tijdje. Wij zijn er tamelijk aan gewoon. In Brussel is dat 10 uur, in Vlaanderen is dat 12 uur. Goed, dus middernacht, moet u zeggen, als het parlement nu later dan 12 uur vergadert, dan weet ik niet wat ik moet doen. Dan ga ik eens moeten opzoeken. Maar ik denk, op dit ogenblik is dat debat in België eigenlijk wat gaan liggen. Ik denk dat bij ons andere debatten worden gevoerd op dit ogenblik. Wel, ja, op welke wetten baseer je nu die inperking van die vrijheden die we nemen naar aanleiding van corona? Ik denk dat dat een fundamenteel debat is voor een liberaal, toch wel. Het moet altijd gestoeld zijn op een wettelijke basis. Ik kan mijn vrijheid alleen maar laten afnemen als dat ook wettelijk bepaald is. Dus dat debat wordt bij ons gevoerd. Je ziet dat ook andere landen dat voeren. Ik denk dat op dit ogenblik we vooral hoopvol moeten kijken naar die vaccinatiestrategie. Ja, dat is ook duidelijk. Maar toch, nu nog even voor de komende maanden.
De scholen hier in België die zijn nog gewoon open. Geeft u een andere prioriteit, een ander belang? Maar ook dat debat voel je nu heel goed in België weer komen. Ik heb nog 2 kleine kinderen, 7 en 9 jaar. Mm-hmm. Dus in die eerste coronalockdown heb ik ze ook thuisonderwijs gegeven. Waren de scholen dicht? Ik ben schepen van onderwijs in mijn stad. Ik heb heel veel met de scholen gesproken. Kinderen hebben daardoor een enorme achterstand opgelopen. Je voelde dat heel goed. Als ik in de WhatsApp-groepen de online les volgde, waren er echt mama's of papa's die zeiden: ik moet wachten tot mijn man vanavond thuis is, want ik krijg het niet geïnstalleerd op de computer. Dus je voelt heel goed dat daardoor kinderen een enorme leerachterstand oproepen. Wij zitten vandaag wel met een aantal besmettingen in scholen, dus het debat wordt gevoerd. Het is een heel moeilijk debat. Welzijn onderwijs van het kind versus besmettingsgraad en overdracht. Heel erg moeilijk debat. Ja. Ik hoor het muziekje, dus we gaan langzaam afsluiten. Mag ik u ten eerste bedanken en nog even vragen, want we hebben dan nu deze groep eigenlijk min of meer gelanceerd als de nieuwe vechtmachine richting China. Een beetje de Mulans van het Europees Parlement. Mogen we u nog een naam meegeven als trio waar we aan kunnen refereren? Woman Power. Oké, hebben we vandaag dus inderdaad hier afgetrapt in het Europees Parlement. Ik bedank u voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Wordt er ongetwijfeld weer verder gediscussieerd over de onderwerpen die onder andere hier vanavond besproken werden. Biden, Kamala Harris misschien op visite en ongetwijfeld natuurlijk de avondklok. Hele fijne avond. Dag.